Hallo mensen, welkom in Mirror's Edge, nog steeds de mission Jack Knife. De watersluiter, dat was eigenlijk gewoon heel makkelijk. Ik moest gewoon blijven zitten en ik overleefde het. Alleen de eerste keer ging het een beetje fout blijkbaar, dus overleefde ik het niet. Daarna was het op zich best makkelijk en nu sta ik hierboven, ben ik er bijna. Ik moet nu deze kraan omhoog laten gaan. Ondanks dat het de tweede keer is, de tweede filmpje van vandaag is, ik ga hem niet ook vandaag opnemen. Uploaden. Shit, ik wist niet dat die omhoog ging. Ik dacht dat degene die waar ik op zou gaan staan, deze, dat die omhoog zou gaan. Waarom? Oh, dat ziet er best wel nice uit. Huh? Oh ja, zie je, ik moet er wel degelijk overheen. Zo moet ik erover rijden. Groen. Jee. Look, Jackknife may know something about folks, so don't let him wind you up, okay? Okay. He used to be a pretty decent runner. God knows who he's working for now. Raar. Rare gozers. Dit is eigenlijk best wel een rare game. Ze hebben rare schoenen. Ze hebben een soort van teenslippers schoenen. Ja, maar ik word ook goed. Ik ben niet bepaald goed in achtervolgingen, zoals nu maar weer blijkt. Oh, dit gaat slecht. Gelukkig wacht hij altijd op me. Tenminste niet zo van, oh ja, je moet binnen deze tijd en pakken. En anders, als je het niet op tijd hebt, dan is hij uit je bereik en dan kun je hem niet meer vangen. Hij wacht gewoon netjes op als ik wat langer af moet.
trouwens, dit is best wel nice gefreerend. Oh, kut. Nee. Wat? Fuck. Maar hoezo rent hij voor me weg als hij daarop me wachtte? En wacht hij dit op me? Oké. Can you find another way through to him? Holy shit! Ik dacht dat is wel het dak. Als je dit echt al zo goed bent als deze mensen zijn. En dit kun je. En dat durf je. Dan kon je wat er net fout ging. Kun je dan gewoon. Dat je dat nog pakt. Hey, ik druk op de shift. Fuck. Er zijn meerdere wegen. Kijk, dat is alweer een nep. Suspect seen fleeing from the crime scene, would you?
Well now, it's difficult to recall with a gun in my face. I know what you are. You know it was a setup, right? I know Kate wouldn't be capable of something like this. But my captain's asking some difficult questions, and I can't even... Okay. Roadburn's got an office at Deep Burfield International Shipping near the Riding Park Subway. Nou, mensen, ik denk dat dit weer een beetje lang gaat duren, dus ik sluit het filmpje nu af. Mission heet Heat. Heat, zo. Hoe je het ook wil uitspreken. Maakt mij niet uit. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren. Like het even. Het is zo'n grijs duimpje. Het is blauw wordt als je het hebt geliked. Dan komt er zo in de lijst staan. Video's die je leuk vindt. En dan komt mijn videootje erin staan. Reageer even als je dat wilt. Ga niet haten in de reacties. Bedankt voor het kijken. Kijk ook even op mijn Twitter-account. Ik heb een Twitter-account. Dus daar kunnen jullie nu ook op kijken. En op mijn Facebook-account. Jee. Kijk er vooral op. Tot de volgende keer.